Kijk eens, zonnetje, lekker warm natuurlijk, hè, want de warmte van de zon die verwarmt de aarde. Maar ja, die warmte die gaat natuurlijk ook de andere kant op. En die kant op. En sterker nog, ook die kant op. Oftewel, heel veel van de warmte wordt nauwelijks gebruikt. En daar gaat het om. Het gaat hier over warmte en rendement. En we starten met een hamer en een veertje. Stel je voor, die vallen vanaf 10 meter hoogte. Dan kun je berekenen met welke snelheid ze op de grond komen. Immers, in het begin hebben ze beiden hoogte-energie of zwaarte-energie, m keer g keer h. En zodra ze de grond raken, is al die energie omgezet in snelheid, een half mv kwadraat. Wet van behoud van energie zegt dat die twee gelijk zijn. E begin is E eind. Dus m keer g keer h is een half mv kwadraat. Het eerste wat je doet is die m wegstrepen, invullen en dan zie je dat er 14 meter per seconde uitkomt. Oftewel, dat is de snelheid. Nou, dan gaan ze en ja, kijk, die hamer 14 meter per seconde, dat klopt wel, maar die veer duidelijk niet, hè? En hoe komt dat? Dat komt natuurlijk omdat er wrijving is. De veer heeft last van wrijving, de hamer eigenlijk niet. En die wrijving is over het hele traject. En betekent dus dat over het hele traject er warmte vrijkomt. Kortom, die eindenergie, ja, bij de hamer, ja, kijk de hamer, een beetje moeilijk hè, een beetje opschuiven, zo, ja. Maar bij de hamer is inderdaad alle energie omgezet in die beweging, dus praktisch geen warmte. Maar bij de veer, ja, die eindenergie wordt inderdaad omgezet in snelheid, maar ondertussen ook gebruikt voor warmte. Warmte, afgekort, hoofdletter Q. Ja, en daar gaat het ook om. En die warmte, die komt iedere keer vrij als er een energieomzetting is. Ja, bijvoorbeeld als je een hamer gebruikt om een spijker in een stuk hout te slaan, dan zul je merken dat die spijker gewoon warm wordt. Oftewel, hier wordt de bewegingsenergie van de hamer wordt omgezet in warmte. Je hebt bijvoorbeeld ook, hè, dit is een hele mooie, een gloeilamp. Ja, elektrische energie wordt omgezet in straling, maar ook in warmte. Even een voorbeeld om te laten zien hoe je hiermee om kunt gaan. We hebben een veer en die wordt ingeduwd. Er zit een kogel bovenop en die veer wordt ingeduwd en heeft dan maar 1 centimeter hoogte. Die kogel die erop zit heeft natuurlijk een bepaalde massa, stel je voor 250 gram. En daarna wordt spul losgelaten, dus de veer ontspant zich. De kogel wordt gelanceerd en dit is eventjes een foto van dat hij op het hoogste punt zich bevindt. Ja, dus hij is eventjes in stilstand. Die veer die is ontspannen en die heeft nu een hoogte van 3 centimeter. Dus hè, hij wordt 2 centimeter uitgerekt, kun je zeggen, hè, maar ontspannen. Die veer heeft natuurlijk een bepaalde eigenschap. De veerconstant is 1500 newton per meter. Wat is nu, als er geen wrijving zou zijn, wat zou de hoogte zijn? Nou, ook hier weer natuurlijk wet van behoud van energie, dus begin is E eind. En in het begin, die veer is het enige wat er is, dus ik heb alleen veerenergie. En op het eind, ja, je hebt alleen maar zo'n kogel die in de lucht zweeft, dus je hebt alleen maar zwaartenergie. Kortom, een half cu kwadraat is m g keer h. En je kunt hier natuurlijk niet de massa wegstrepen, want ja, aan de linkerkant heb je geen massa staan. Dus je vult alles in en let op dat je voor de u 2 centimeter invult, maar wel in meters, dus 0,02. En dat je voor de massa 0,25 kilogram invult. Nou, dit is wel te berekenen en je komt op een hoogte van 0,12 meter, 12 centimeter dus. Dit is wel natuurlijk ten opzichte van waar de kogel begon. En het begon op 1 centimeter hoogte, dus ten opzichte van de grond is hij natuurlijk 13 centimeter hoog gekomen. Stel je nou voor, hij komt niet 13 centimeter hoog ten opzichte van de grond, maar hij komt maar 11 centimeter hoog. Dus hè, hij komt vanaf die 1 centimeter 10 centimeter hoger. In totaal 11 centimeter ten opzichte van de grond. En dat komt door wrijving. En hoe groot is dan die wrijvingskracht?
En let op, er staat gemiddelde wrijvingskracht, want wrijvingskracht, luchtwrijving, is afhankelijk van de snelheid. En de snelheid van de kogel is natuurlijk niet constant, dus ik moet spreken over gemiddelde wrijvingskracht. Hoe doe je dit? Je begint precies hetzelfde, namelijk weer met de wet van behoefte energie. En je hebt nog steeds natuurlijk dat in het begin er alleen veerenergie is en op het eind, die kogel komt wel hoog, dus er is nog steeds wel zwaartenergie. Alleen op het eind krijg je nu dat er ook nog warmte is. En die warmte wordt veroorzaakt door de wrijving. De wrijving die zal arbeid verrichten. En arbeid is voor wrijving negatief, maar die negatieve arbeid die veroorzaakt warmte, positieve warmte. Dus voor Q kan ik opschrijven F keer S, waarbij F de wrijvingskracht is. Als je dit allemaal invult, nou, dus weer alles in de juiste eenheid, dan kun je dus de wrijving hier berekenen, het is nog het enigste onbekende, en dan kom ik op 0,55 newton en ik heb de gemiddelde wrijvingskracht berekend. Hey, een stoommachine. Dat is op zich mooi natuurlijk. Zo'n stoommachine die werkt meestal op kolen, maar goed, laten we maar gewoon een brandstof doen. En stel je voor, hij krijgt 1,5 kilojoule brandstof. Nou, zo'n ding moet iets gaan doen, dus hij verricht arbeid. Maar ja, dat zal niet gelijk wezen aan die 1,5 kilojoule. Ja, er zal maar een klein gedeelte worden gebruikt voor de echte arbeid. De rest gaat meestal verloren in de vorm van warmte. En dat is, ja, die 0,3 kilojoule, dat is maar een heel klein deel. Hier is maar 20% van die 1,5 kilojoule. En dat is wat rendement is. Ja, het rendement is dus hoeveel wordt nuttig gebruikt. Dat is dus hier 20%. Ja, en je hebt dus, maakt niet uit, hè, als het nou een stoommachine is, of een kernreactor, of een veer, of wat dan ook. Hè, je hebt altijd een of ander proces. Ja, daar wordt energie ingedaan. En er komt ook een iets nuttigs uit. Ja, maar behalve iets nuttigs zal er ook altijd iets anders uitkomen. En dat is altijd iets wat je niet nuttig vindt. En de wet van behoefte energie zegt van alles wat er ingaat, is ook wat eruit gaat, dus nuttig en dat andere, hè, meestal verlies. En het rendement is dan het nuttige wat eruit gaat, gedeeld door wat erin gaat, keer 100%. Oftewel, hoeveel procent wordt er nuttig gebruikt van wat erin komt. Tegeltjeswijsheid. Wat moet ik produceren? Ah, kijk, dat lukt me wel. Bedankt voor het aanhoren. Tot ziens.